Daarmee beter dan de vorige recordhoudster Janet Jackson. Mariah Carey verkocht de voorbije 10 jaar meer dan 120 miljoen albums. Mariah Carey hoeft nog lang geen toontje lager te zingen. De Amerikaanse popdiva heeft een platencontract afgesloten met Virgin Records. Hoeveel het contract waard is, wil Virgin niet kwijt. Maar het zou om bijna 4 miljard frank gaan, de duurste deal ooit. Daarmee geeft Mariah Carey onder meer Janet Jackson het nakijken. Zij zit ook al in dezelfde stal en heeft een contract van een goede 3 miljard frank. Virgin Music, een deel van de EMI-groep, heeft nu niet alleen de duurste, maar ook twee van de meest verkochte vrouwelijke artiesten in huis. Mariah Carey is 31 en zat 10 jaar lang bij Columbia Records, het platenlabel van haar ex-man. Toen de twee in 98 scheiden, stond het vrijwel vast dat ze ook muzikaal uit elkaar zouden gaan. Mariah Carey heeft wereldwijd al meer dan 140 albums en singles verkocht. Ze stond 14 keer op nummer 1 in de Amerikaanse charts. Daarmee doet ze het even goed als de Beatles en Elvis Presley. De eerste muzikale resultaten van dit miljardencontract worden deze zomer nog verwacht. Dan zal Mariah Carey de soundtrack van haar volgende film uitbrengen op haar nieuwe label. Thank you. De bekendste.